Good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Ik ben hier vandaag wederom voor jullie om een nieuwe video te maken. Ik had vandaag het idee om een iets ander soort video te maken. Oh. Hi, met mij. Hey, what's good? Hoe is ie? Goed. Hey, even een kort vraagje. Ja. Ik ben met de kerstkaartjes bezig en ik wil graag even van jou weten wat jouw hoogtepunt was van 2017. Dan kan ik dat er even opzetten. Mijn naam is Calvin en dit was mijn jaar. Ik heb een serie gemaakt waarin ik op zoek ging naar het YouTube-talent van 2017. Project C gemaakt, een ode aan de Nederlandse YouTube-community. In een winkelwagen met paprika's mogen zitten. Hey, je weet niks. Sneeuwscooter gereden in Lapland. Een husky ride gedaan met Joost. Dit is echt fucking mooi. Gekart op ijs tegen Joost. Geslapen in een reuze iglo met Joost. Mijn allereerste show voor RTL geproduceerd, genaamd Instagrill. Ja, dat was echt een fucking rare show. Een 500.000 abonnees gehaald. Hey, what's good? Mijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En ze zei nee. Gevochten met Petrus. Mijn eerste en mooiste bruiloft mogen meemaken. Masha en Gregor, dankjewel. Gedaan alsof ik botox had. Eerste carnaval ooit gevierd. Ook al weet ik eigenlijk helemaal niks meer vanaf. Mijn woonkamer verbouwd. Hey, bedankt Teststuk. Een Viet Award uitgereikt. De Viet Awards georganiseerd. En een record gebroken met het aantal stemmen. 750.000. Hey, yo. Ik heb een parodie op Pablo Escobar gemaakt met Peter. Een rondje om de aarde heen gevlogen. In 2 weken zonder geld. Een nieuwe vriend gemaakt. Hey Giel, als je kijkt, Roadtrippers was echt ziek. Vuile bloedhond. Nog meer nieuwe vrienden gemaakt. Hey Anna, als je kijkt, ja, ik weet eigenlijk niet. Oké. Beste huisfeest ooit gegeven. En toen 1 week later verhuisd. Maar dat had niks te maken met het feest, oké? Samen gaan wonen met mijn grote liefde Nina. Ik heb mijn eigen emojis uitgebracht. Reclames van Fanta gedurende de zomer mogen maken. Een kamer volledig mogen ondergooien met verf. Voor het eerst in 4 jaar weer naar de tandarts geweest. Ik heb de nummer 1 sumo-worstelaar van Japan ontmoet. Na fucking 6 uur wachten. Een eigen agenda uitgebracht. 6 jaar een relatie volgehouden met Nina. En toen was daar ineens Otje. Otje leren apporteren. Serieus, mijn kat kan letterlijk apporteren. Kijk, hier is bewijs. Senna, de winnaar van de YouTube talentenjacht, kunnen helpen naar 50.000 abonnees. Wat een woord, Calvin. Eerste tatoeage ooit laten zetten. Yep, dat is een Lego blokje. 400.000 volgers gehaald op Insta. Hey, Calvin, I love you. Geslapen in de meest luxe hotelkamer ooit in Dubai. Giel, Gio, Dylan, supergaande en Femke Louise geroast. Ik ben zelf geroast door ponkers. Ik heb nogal wat haat gekregen door 538. Wat is het talent? Yep, kan niet altijd goed gaan, hè? Distract gemaakt over mezelf met een 10-jarig jochie. Kelvin, wat is jouw talent? Gedanst met een Keniaanse stam. De Kelvin thuis bezocht. Meegedaan aan accepteerde punchline van supergaande. Tussendoor even een weekje vakantie gepakt in Ibiza. Nog een programma gemaakt met Peter en 7 andere YouTubers genaamd The Challenges Cup. Aan tafel gezeten bij RTL Late Night. Kelvin Boerma en Peter de Hardenboer tot de succesvolste Nederlandse programmamakers op YouTube. Ja, ik moest toch even die kaasding oppakken toch? Ik heb gewakeboard in Groningen achter een auto. Ongeveer 365 paprika's gegeten. Casey Neistat ontmoet. Mensen, besef even. Casey fucking Neistat. Ik ben bijna gestorven op zee in Noorwegen. Ik heb een aflevering van Boos mogen maken met JJ Boske. Hey. Ik ben in Parijs geweest. Ik ben nog een keer in Parijs geweest. 600.000 abonnees gehaald. Heel veel getinderd. Meegedaan aan een aflevering van Gossip met Joost. Dat grote meneer standbeeld gezien in Rio de Janeiro. Mijn liedje Nu al miljonair uitgebracht. Mijn allereerste Carswatch gekocht. Geld opgehaald voor Serious Request. Ik heb meer dan 500.000 likes gehaald op Kelsember. En ik heb elke dag in december een video gemaakt. Hey! En waarom maak ik deze video? Nou, dat doe ik eigenlijk om jullie 1 ding te vertellen. Doe eens gek, want je bent al normaal genoeg. Aan het begin van dit jaar heb ik besloten om gewoon gek te doen. Ja te zeggen op dingen, het avontuur aan te gaan, niet te veel na te denken en gewoon zien waar het schip strandt. En ik moet wel zeggen, soms ga je dan gewoon keihard op je bek. Maar 1 ding is zeker, je zit in ieder geval niet stil. Laat de mensen die normaal doen lekker thuis zitten. Dat is een meer plek voor ons op deze wereld om lol te trappen, moed te worden, mensen blij te maken, feesten vieren, records te verbreken, mensen te helpen, nieuwe dingen te maken, gevaar te lopen en verliefd te worden. Kelvin, bedankt. Bedankt voor 2017. Bedankt voor alles. Jullie maken het allemaal mogelijk. En onthoud 1 ding.
Doe eens gek, want je bent al normaal genoeg. Zeg, weet je, ik zet gewoon je naam er wel op, oké? Oké.